Van harte welkom namens het Brabants Dagblad en de Universiteit van Tilburg bij dit openbaar college van professor Lans Bovenberg over het pensioenstelsel. Mijn naam is Anita de Haas, chef economie van het Brabants Dagblad en ik ben gevraagd deze avond in goede banen te leiden en dat doe ik graag. Dit is inmiddels de vijfde avond over een actueel onderwerp waarbij wij als krant samenwerken en met succes met de Universiteit van Tilburg. Het geeft de universiteit de mogelijkheid de hier aanwezige kennis onder een veel breder publiek te brengen en ons als krant een kans om onze lezers uitgebreider over actuele zaken te informeren dan we op papier zouden kunnen doen. Bovendien hebt u niet iedere dag de gelegenheid zelf rechtstreeks uw vragen af te vuren op al die pratende hoofden van tv en radio. Het plan voor deze avond dateert van begin september en we hadden niet kunnen bevroeden dat het onderwerp vandaag zo actueel zou zijn. Want zijn niet velen van u vorige week geschrokken van de mededeling dat voor het eerst in de geschiedenis veel pensioenfondsen gedwongen zijn kortingen toe te passen op de pensioenuitkeringen. Niet eerder was er zoveel pensioengeld opgebouwd als nu en niet eerder was er zoveel onzekerheid over toekomstige uitbetalingen. Bestaande rechten worden zachter of verweken of worden ingevaren of omgekat. Allerlei termen zijn al bedacht en of ze gaan meeademen met de financiële positie van het pensioenfonds. Wat het ook allemaal mogen betekenen, één ding is zeker, de achtereenvolgende crisis hebben de positie van de pensioenfondsen flink aangetast. In 2008 verloren in Nederland de pensioenfondsen 16% van hun vermogen, 16,9% om precies te zijn. In Ierland was het zelfs 37%. Vorig jaar en het jaar daarvoor wisten ze wat terug te halen, maar dit jaar zijn die winsten weer helemaal verdampt. En net nu we aan het begin staan van een grote toestroom gepensioneerden met een aanzienlijke langere levensverwachting dan op het moment dat ze hun eerste salaris verdienden. Dat is ook de reden dat ik eigenlijk op het fotootje bij de parasol de spultjes eronder maar leeggelaten heb. Want we moeten nog maar afwachten of we daar nog uitkomen. Achterover leunen en pas als de haren grijs worden eens gaan kijken hoe het pensioen eruit zal gaan zien, is er niet meer bij. Hoewel als ik hier de zaal rondkijk, ik toch vrees dat het voor veel mensen nog wel altijd zo geldt. Niet voor niets dat allerlei instanties alles uit de kast halen om het pensioenbewustzijn van de Nederlander en de kennis daarover te vergroten. En vanavond willen wij daaraan een flinke steen bijdragen. Over ons toekomstige pensioenstelsel, de kansen en de bedreigingen en oplossingen gaat professor Dr. Lans Bovenberg u de komende drie kwartier bijpraten. Hij heeft een indrukwekkende carrière achter zich als wetenschapper en onderzoeker op een breed sociaal-economisch terrein. Hij zat bij het IMF in Washington, bij het Centraal Planbureau, is lid van de Sociale Economische Raad en het adviesbureau van het CDA. Hij was directeur van het Centrum voor Economisch Onderzoek aan deze universiteit voordat hij in 2004 wetenschappelijk onderzoeker en directeur werd van NetSpar, het aan deze universiteit verbonden netwerk dat zich helemaal bezighoudt met de economische en financiële aspecten van pensionering en vergrijzing. En daarover geeft hij ook als hoogleraar uiteraard nog colleges aan studenten, want daarom ben je hoogleraar. Vandaag aan u, vandaar de titel Het Openbare College. Dames en heren, ik geef graag het woord aan professor Lans Bovenberg. Een applausje mag best. Wel, goedenavond. Heel fijn dat u in zo'n grote getale bent opgekomen. Waar we mee gaan beginnen is om het Nederlandse pensioenstelsel eens even te bekijken in internationaal perspectief. We verdelen een pensioenstelsel meestal in drie pijlers. De eerste pijler, je zou kunnen zeggen het eerste deel, is wat de overheid geeft aan ouderen. In Nederland hebben wij daarvoor de AOW, de eerste pijler. Dan hebben we ook nog een tweede pijler. Dat is het deel van je pensioen wat je eigenlijk via je werkgever regelt. Dat noemen wij in Nederland de aanvullende pensioenen. En dan is er nog een derde deel. En dat is eigenlijk wat je individueel nog kunt bijsparen als je niet tevreden bent met wat de AOW en je aanvullende pensioen je oplevert. Nou, ik heb hier een tabel gemaakt van hoe Nederland zich vergelijkt met andere landen om zich heen. En wat al opvalt is dat
de grote continentale Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, dat ouderen een ontzettend groot deel van hun inkomen krijgen uit die eerste pijler, dus van de overheid. In Spanje is zelfs zo dat 92% van al het inkomen wat de ouderen krijgen, dat komt van de overheid. Nederland is uniek in de zin dat een vrij groot deel, nou de helft bij ons, als je gemiddeld kijkt naar de gemiddelde ouderen, dan krijgt hij de helft van de AOW en 40% van aanvullende pensioenen. En internationaal kunt u zien, dat is een heel groot deel. Alleen Zwitserland komt een beetje bij Nederland in de buurt met 32%. Wat betreft die derde pijler, dat individuele deel, dat is heel belangrijk in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten, nou, daar geloven ze meer in individuele verantwoordelijkheid. En daar moet je dus voor een heel groot deel zelf voor je pensioen zorgen. Kun je niet vertrouwen op de overheid en op je werkgever. Nou is er recent een onderzoek gedaan in Australië. En die hebben een ranking gemaakt van de pensioenstelsels in de wereld. En wat bleek? Nederland is wereldkampioen op het terrein van pensioenen. Met voetbal is het net niet gelukt, maar wat betreft pensioenen zijn we wereldkampioen. Nou, zult u denken, het pensioenstelsel in Nederland heeft toch ook wel wat problemen, dat is zo. Het beste, je zou misschien ook kunnen zeggen het minst slechtste, want het is natuurlijk een relatief iets. Nederland staat op nummer 1, Zwitserland op nummer 2 en Zweden op nummer 3. Nou, waarom staat Nederland zo hoog? Ik denk dat er 4 redenen zijn. De eerste heeft te maken met deze tabel. En die tabel geeft namelijk aan dat wij een vrij goede spreiding hebben over de verschillende pijlers. Je bent heel kwetsbaar als je pensioen alleen van de overheid komt. Maar als de overheid in problemen raakt, dan heb je een groot probleem. En dus dat is de eerste reden, een vrij goede spreiding. Tweede reden is dit plaatje. Dat geeft aan, sorry, het is gedeeltelijk in het Engels, op de horizontale as ziet u hoeveel kinderen in armoede leven, eigenlijk onder de armoedegrens. En op de verticale as hoeveel ouderen in armoede leven. Nou, wat opvalt uit dit plaatje is dat in Nederland heel weinig ouderen onder de armoedegrens leven. Maar 2% van de bevolking. In geen ander enkel land ter wereld is dat zo laag. Waarom is dat in Nederland zo laag? Omdat de AOW er voor de meeste mensen voor zorgt dat ze boven de armoedegrens leven. Zo is de AOW ook gedefinieerd. Alleen mensen die niet hun hele leven in Nederland gewoond hebben, die geen volledige AOW hebben opgebouwd, die kunnen onder de armoedegrens komen. Dus die zijn er wel, 2%, maar dat is heel gering. En eigenlijk doet geen ander enkel land dat zo goed. Dus dat is de tweede reden. De derde reden is dit plaatje. Als je naar de pensioenopbouw kijkt voor een gemiddelde persoon, dan zie je dat in Nederland, dat is deze staaf, dat als je je hele leven werkt, dus zeg maar 40 tot 45 jaar werkt, dat je dan een pensioen opbouwt van ongeveer 80% van je inkomen. Dat is althans de doelstelling, de ambitie. En je ziet dat die in internationaal verband ook erg hoog is. Gemiddelde ambitie is, nou, iets boven de 55%. En in Nederland is de pensioenambitie heel erg hoog. Dus dat is een andere reden waarom het Nederlandse stelsel eigenlijk internationaal gezien heel hoog aangeschreven staat. En er is nog een andere reden, die heb ik niet op een plaatje gezet. En dat is dat heel veel Nederlanders pensioen opbouwen bij hun werkgever. In de meeste andere landen is het niet verplicht om je pensioen op te bouwen bij je werkgever. In Nederland is dat automatisch. Als jij werkt, in de meeste cao's, is geregeld dat je automatisch pensioen opbouwt. Dus Nederland heeft heel weinig, wat soms wel eens heet, witte vlekken. Mensen die helemaal geen pensioen opbouwen. Die zijn er overigens wel in toenemende mate. Dat zijn de zelfstandigen zonder personeel. Een groeiende groep in Nederland, waar we best zorgen over hebben. Maar ten opzichte van andere landen is die groep van mensen die geen pensioen opbouwen via de werkgever in Nederland heel erg klein. Het gaat om ongeveer 15% van de beroepsbevolking.
Nu wil ik eigenlijk vanavond vooral met u praten over die eerste twee pijlers. Dus de eerste pijler, dat is in Nederland de AOW. En de tweede pijler, dat zijn de aanvullende pensioenen, waar de laatste tijd veel over te doen is. Afstempelen, het pensioenakkoord gaat voor een groot deel over dat aanvullende pensioen. Maar ik wil beginnen met de AOW. Nou, waarom zijn er zorgen over de AOW? Ik denk dat je moet kijken naar de hele overheidsfinanciën. Want de overheid moet dat financieren. Dus om dan te kijken of het huidige AOW houdbaar is, moet je eigenlijk kijken naar de hele overheidsfinanciën. Nou, dit is een plaatje dat dat doet. En wat geeft dit plaatje aan? Wel, op de horizontale as vindt u de leeftijd van mensen. En op de verticale as staat hoeveel mensen profijt hebben van de overheid. Het netto profijt van de overheid. En wat blijkt? Dat mensen die heel jong zijn, tot hun 25ste, die profiteren van de overheid. Waarom is dat? Wel, ze profiteren van het onderwijs, kinderbijslag en dergelijke. En ze betalen nog helemaal geen belasting. De mensen in het midden van het leven, ze hebben een negatief netto profijt. Die betalen meer aan de overheid dan wat ze ervan profiteren. Dat komt omdat ze aan het werk zijn en veel belasting betalen. En de mensen boven de 65, dan ga je weer profiteren van de overheid. Twee redenen. De eerste is dat je AOW krijgt. En de tweede is dat je steeds meer gaat profiteren van de zorg. Dat is de reden dat dit omhoog loopt. Eigenlijk zie je in dit plaatje wat ik wel eens noem het contract tussen generaties. Wat is het intergenerationele contract dat wij met elkaar gesloten hebben? Is dat generaties voor elkaar zorgen. Iedereen wordt twee keer verzorgd tijdens zijn leven en iedereen zorgt twee keer tijdens zijn leven. Namelijk, je zorgt één keer voor je kinderen, die worden opgevoed, en je zorgt één keer voor je ouders. En je wordt ook twee keer verzorgd, één keer als kind en één keer als ouderen. Dat is wat dit plaatje eigenlijk laat zien. Dat voor een groot deel dat intergenerationele contract via de overheid gevoerd wordt. Of course, je ziet dat natuurlijk ook in families. In ontwikkelingslanden is het vooral via families dat je dit ziet. In de ontwikkelde landen zie je dat de overheid een belangrijke taak in die zin heeft overgenomen. Nou, de vergrijzing is een uitdaging voor dat intergenerationele contract, want er komen natuurlijk steeds meer mensen in deze fase. En waarom is er die vergrijzing? Twee redenen. In de eerste plaats minder kinderen die geboren worden. En de tweede belangrijke reden is dat we steeds ouder worden. En dat zijn de volgende sheets. Dit is een sheet van de vruchtbaarheid. Dus hoeveel kinderen bij elke vrouw worden geboren, gemiddeld. En wat u dan ziet is dat in de jaren 60 in alle landen lag die vruchtbaarheid boven het vervangingsniveau. Als een vrouw gemiddeld 2,1 kind krijgt, dan is de bevolking stabiel. En je ziet dat na 1960, dat zijn de lichtblauwe staafjes, de vruchtbaarheid in alle Europese landen gedaald is beneden het vervangingsniveau. Gemiddeld in Europa krijgen vrouwen op dit moment 1,5 kind. En in Nederland ligt dat iets hoog. Even kijken of ik Nederland kan vinden. NL hier. Dit is het gemiddelde, 1,5 per vrouw. In Nederland ligt het iets hoger, ongeveer 1,75. Dus Nederland is nog relatief hoog wat dit betreft. Maar dit is de eerste reden voor de vergrijzing. Tweede is een stijgende levensverwachting. We leven steeds langer. Dit is het gemiddelde aantal jaren wat je nog te leven hebt op je 65ste leeftijd. En de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Nou, de doorgetrokken lijn is Nederland. En de stippellijn is het gemiddelde van Europa. Wat u dus ziet, is dat in de 70e jaren, 1970, waren wij nog wereldkampioen levensverwachting. Inmiddels is die titel overgenomen door Japan. En je ziet dat wij wel een positieve ontwikkeling hebben gehad, maar dat wij achtergebleven zijn bij de rest van Europa. Gemiddeld komt er op het ogenblik in de wereld in elke 10 jaar komt er 1 jaar bij. En dat is dus ongeveer 5% extra pensioentijd. Want we zitten nu ongeveer, als je 65 bent, ongeveer 20 jaar pensioentijd. Als je 65 bent, dan is de verwachting gemiddeld dat je 85 wordt. En dus elk 10 jaar komt er nog weer een extra
jaar bij, dus elk jaar. Dus toch wel een forse stijging. Nou, dit zijn de consequenties van die twee ontwikkelingen. Minder kinderen en mensen die langer leven. Dat betekent dat er steeds meer ouderen komen ten opzichte van de jongeren. Dit op de linkeras hebben we de dependency rate, dat is de afhankelijkheidsratio. Dat is het aantal mensen boven de 65 gedeeld door het aantal mensen tussen de 25 en de 65. En u ziet dat in zwarte lijn is Nederland. Dan ziet u dat er op dit moment in 2010 zijn er voor elke ouderen zijn er ongeveer iets minder dan 5 jongeren. En dat, die verhouding die gaat eigenlijk gehalveerd worden. Dus er komen steeds minder jongeren. We zien in 2040, wanneer de vergrijzing min of meer op zijn top is, dat die verhouding 0,4 is in plaats van 0,2. En die verdubbeling, dat is ongeveer wat we in de rest van Europa zien. Wat u ook ziet, is dat Nederland een relatief jong land is ten opzichte van andere landen. Dat komt vanwege die twee redenen. In Nederland worden nog vrij veel kinderen geboren ten opzichte van andere Europese landen. En onze levensverwachting stijgt toch iets minder snel dan in de rest van Europa. Dus dat verklaart dat. Wat u ook ziet is dat de vergrijzing toch echt wel een structureel fenomeen is. Er wordt wel een top bereikt hier in 2040, maar daarna blijft het toch op een redelijk hoog niveau. Dat komt natuurlijk omdat we gewoon steeds ouder worden en daar verandert niks aan. De babyboomers, ook na de babyboomers, blijven we toch vrij oud. Goed, dan gaan we kijken. Nou ja, dat heeft natuurlijk consequenties voor de gemiddelde leeftijd van mensen. Toen ik geboren werd in 1958, toen was de gemiddelde persoon die op straat tegenkwam was 32 jaar. Op dit moment is de gemiddelde leeftijd 42. En over een jaar of 40, dan is het bijna 50. Dus dat geeft aan de vergrijzing in de samenleving. Wat een uitdaging is voor dat intergenerationele contract. Nou, het Centraal Planbureau heeft daar een aantal berekeningen voor uitgevoerd. Wat zijn de extra kosten van de vergrijzing? Als we kijken over 30 jaar, dus tussen nu en over 30 jaar, dan zien we dat de AOW 4% van het BNP duurder wordt. Meer ouderen, 2 keer zoveel ouderen ten opzichte van jongeren. Dat de zorg met 4% van het nationaal inkomen omhoog gaat. Ik denk dat dat een onderschatting is, omdat hier alleen rekening is gehouden met de demografische factoren. En we weten dat de zorg vanwege de technologische ontwikkeling ook duurder wordt. Maar goed, dat zijn de 2 extra kosten. Maar er is ook goed nieuws. Er komen namelijk steeds meer belastingopbrengsten binnen vanwege de belasting op de aanvullende pensioenen. En dat is een forse post, zo'n 4% van het nationaal inkomen extra, wat de overheid kan verwachten in de toekomst. Totaal, dit zijn de hoofdposten, is het verschil ongeveer 3% van het BNP. Dat is het extra tekort wat wij in de toekomst door vergrijzing krijgen. En dat is een belangrijke reden waarom eigenlijk in alle landen om ons heen er gewerkt wordt aan het verhogen van de pensioenleeftijd. Het land wat daar het eerst is mee begonnen, dat is Zweden. Zweden stond op de derde plaats, zag u. Het is ook een heel, een land waar dingen goed georganiseerd zijn, hè, Scandinavië. En daar zijn ze eigenlijk het eerst begonnen met het koppelen van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting. Dus als er een jaar meer bij komt, dan gaat u ook een jaar later met pensioen in principe. Dus het lijkt dan misschien oneerlijk voor jongeren dat ze later met pensioen gaan. Maar daar staat tegenover dat ze ook ouder worden. Dus dat ze eigenlijk nog net zo lang genieten van hun pensioen, nog net zoveel jaar althans, als ouderen. En wat je ook ziet in dat systeem, wat steeds meer navolging krijgt, is dat je zelf kunt kiezen wanneer je de uitkering wil krijgen. Dus u kunt ervoor kiezen om nog steeds op een vroege leeftijd met pensioen te gaan. Maar dan wordt u in zekere zin wel gestraft, want u krijgt dan een lagere jaarlijkse uitkering. Dus voor elk jaar, in Zweden is het zo, voor elk jaar dat je eerder met pensioen wil, krijg je een 6,5% lagere pensioenuitkering. Dat is ook ongeveer de kosten. Als je zegt van nou, het mag eigenlijk niet uitmaken voor de kosten van de overheid of jij vroeg of laat met pensioen gaat, dat is dan ongeveer eerlijk. Want een extra, dat eerste jaar van het pensioen, kunnen ze dan ongeveer uitrekenen. De totale lengte van het pensioen is ongeveer 20 jaar, dus 1 jaar is ongeveer 5%.
En dat is ook nog het duurste jaar, want dat moet namelijk het eerst uitbetaald worden. Dus daar krijg je het minste rendement op, want als je het laatste jaar wacht, dat is relatief goedkoop. Het eerste jaar is relatief duur. Dus dat verklaart ongeveer die 6,5%. In andere landen, Duitsland en Italië, heeft men inmiddels ook een automatische regel die eigenlijk zegt van de premie die laten we constant als de vergrijzing toeneemt. En als de pensioenen dan duurder worden, dan gaan we de pensioenleeftijd verhogen of de indexatie verminderen. In Nederland hebben we recent in het pensioenakkoord ook een beslissing genomen over de AOW en dat gaat eigenlijk in dezelfde richting. We beginnen de AOW-leeftijd te verhogen in 2020 naar 66 en daarna is er een koppeling aan de levensverwachting. Elke 5 jaar gaan we kijken, wat is de levensverwachting op 65 en op basis daarvan gaan we de pensioenleeftijd verder aanpassen. Nou, op basis van de huidige inzichten is het inderdaad in de verwachting dat we dan in 2025 naar 67 gaan. Want de maximumstijging elk jaar, elke 5 jaar is 1 jaar. Eigenlijk zouden we in 2020 verder omhoog moeten. Maar omdat we dus gezegd hebben, we willen bij een aanpassing niet meer dan 1 jaar toename, houden we nog iets over en dat moeten we dan in 2025 doen. Dus in 2025 gaat hij naar 67. We doen het eigenlijk net zoals in Zweden. Mensen mogen voortaan in Nederland zelf gaan beslissen wanneer ze voor het eerst een AOW-uitkering krijgen. Nu krijgt iedereen op zijn 65ste voor het eerst de AOW. Dat gaat veranderen. U mag zelf kiezen, maar weer, als u eerder wil, lagere uitkering. En ook in Nederland hebben we gekozen voor dat 6,5%, wat ongeveer eerlijk is. Daarnaast is er een extra verhoging van de AOW-leeftijd, van de AOW-uitkering van 0,6% per jaar. De overheid financiert dat door lagere belastingfaciliteiten voor ouderen. Dus je zou kunnen zeggen, is dat niet meer een beetje een sigaar uit eigen doos? Ja, dat is ze denk ik wel, dat de ouderen betalen die verhoging zelf. Alleen, dit leggen we wel in de wet vast. En dat is denk ik iets een sterkere commitment, zeg maar, om de AOW te blijven verhogen dan alleen een belastingfaciliteit. Dus, en er is een andere extra element en dat is dat er extra faciliteiten komen voor lagere inkomens. Dat was heel belangrijk voor de vakbeweging om ervoor te zorgen dat mensen die alleen van hun AOW genieten, dat die toch nog, ook na 2020, toch nog op hun 65ste met pensioen kunnen. Dus mensen met lagere inkomens. En daar is denk ik ook wel veel voor te zeggen. Om mensen met lage inkomens wat extra te bedienen. En dat heeft te maken met dit plaatje. Dat er een heel groot verschil is in levensverwachting tussen verschillende sociaal-economische klassen. Dit is de levensverwachting bij geboorte van verschillende sociaal-economische klassen. Dus mensen die alleen lagere school hebben, de levensverwachting van die mensen is 74. Dan heb ik het over mannen. En voor mensen die universitair of hbo geschoold zijn, die hebben een levensverwachting van 81. En als we kijken naar de gezonde levensverwachting, dan zijn die verschillen. Gezonde levensverwachting is eigenlijk de tijd dat je kan verwachten dat je gezond bent, dan zijn die verschillen nog veel groter. Sommige cijfers geven zelfs aan dat het verschil tussen laaggeschoolde mannen en hooggeschoolde mannen 15 jaar is. Dus het is enorm, dat verschil. En dus denk ik, als we kijken naar die stijgende levensverwachting, die zit vooral bij de hooggeschoolden. En dus is er best een goede reden om bij de AOW te zeggen, van mensen met lage inkomens, daar mogen we echt wat extra voor doen. Want op hun 65ste zijn ze eigenlijk al lang niet zo gezond meer, over het algemeen. Dus, bij vrouwen zie je iets dergelijks. Nou, dat zijn de AOW. Dan gaan we nu kijken naar de aanvullende pensioenen, de tweede pijler, waar natuurlijk de laatste tijd heel veel over te doen is geweest. In de afgelopen 10 jaar zijn aanvullende pensioenen heel veel duurder geworden. En het heeft eigenlijk met deze 3 redenen te maken. De eerste is de hogere levensverwachting. Dus elke 10 jaar komt er zo'n 5% bij, een stijgende trend. Een andere reden is dat de rente sterk gedaald is. En de derde is dat de financiële markten steeds volatieler worden. En het wordt steeds duurder om de risico's op de kapitaalmarkten af te dekken. Nou, dit is weer de levensverwachting op 65. Wat vooral opvalt,
is dat te laat dat tussen 2004 en 2008 de prognoses voor de levensverwachting enorm naar boven zijn bijgesteld. Het is niet zo duidelijk waarom in Nederland sinds 2002 de levensverwachting heel erg sterk is gaan stijgen. Sommige mensen zeggen dat heeft te doen met het feit dat het zorgstelsel is hervormd. U herinnert zich misschien, aan het eind van de vorige eeuw waren er heel veel wachtlijsten. En dat is min of meer aan het begin van de vorige eeuw, of aan het begin van deze eeuw, opgelost. En dat zorgt ervoor dat er met name tussen 2004 en 2008 een enorme stijging heeft plaatsgevonden van de levensverwachting. En die heeft zich met name geconcentreerd bij mensen tussen hun 70ste en hun 80ste. En de prognoses betekenen dat er ineens, klap, over 40 jaar, ineens 3 pensioenjaren bij zijn gekomen. Nou, dat is een dure zaak voor de pensioenfondsen. Natuurlijk heel goed nieuws, maar wel duur voor pensioenfondsen. Tweede reden is de rente. Waarom is de rente voor pensioenen zo belangrijk? Wel, als u over 30 jaar, dat is ongeveer de gemiddelde duration van pensioenen, 1000 euro wil hebben, dan betekent dat, dan hangt het er heel sterk van de rente af, hoeveel u daar nu voor opzij moet zetten. Hoe hoger de rente, hoe minder geld u opzij hoeft te zetten om over 30 jaar 1000 euro te krijgen. Nou, wat u ziet is dat zowel de nominale rente als de reële rente sinds 1980 erg aan het dalen is. En dat is dus ook slecht nieuws voor pensioenfondsen. En dat zie je op twee manieren. De eerste manier is dat de dekkingsgraad enorm onder druk staat. Wat is de dekkingsgraad? Begrip dat u vaak overleest in de krant. Dat is eigenlijk het geld wat de pensioenfondsen in kas hebben ten opzichte van de waarde van hun belofte, van hun verplichtingen. En we zien dat sinds de afgelopen 10 jaar, zeg maar, de dekkingsgraad een dalende trend heeft. En dat heeft vooral mee te maken dat die rente zo gedaald is, waardoor de waarde van hun verplichting enorm is gestegen. De pensioenfondsen moeten steeds meer geld nu hebben om er zeker van te zijn dat ze over 30 jaar u uit kunnen betalen vanwege die dalende rente. Dat is het eerste wat we zien, dalende dekkingsgraad. Het andere is stijgende pensioenpremies. U ziet hier de pensioenpremies als een percentage van de loonsom. En u ziet dat vanaf 1998, zeg maar, die pensioenpremies sterk zijn gaan stijgen. Ze hebben de pensioenfondsen als reactie gedaan, mede, moet ik zeggen, als reactie op die dalende rente. Ze zijn meer in aandelen gaan beleggen. Want aandelen hebben een gemiddeld hoger rendement. En dan is het dus mogelijk, gemiddeld zeg ik met name, want er zit wel risico aan vast. Maar u ziet dat dat rode oppervlakte, dat is het aandeel van aandelen in de totale beleggingsportefeuille van pensioenfondsen. En deze twee heeft met leningen en obligaties dus meer veilige beleggingen. Maar het aandeel van aandelen is sinds het begin van de jaren 80 sterk toegenomen. Gedeeltelijk om de dalende rente. Want ja, als de rente laag is, dan krijg je niet zoveel op leningen en op obligaties. Dus dan lijkt het logisch om wat meer in aandelen te gaan beleggen. Heeft natuurlijk wel een keerzijde. En dat is dat je veel meer risico loopt. En een probleem is dat de financiële markten steeds volatieler zijn geworden. Dit is een plaatje op de horizontale as de jaren, de verticale as de volatiliteit, de bewegelijkheid van de beurs. En eigenlijk zie je dat die beurs steeds bewegelijker is geworden. En als je ook kijkt naar het rendement van pensioenfondsen, dan zie je dat het directe rendement, dat is de rode lijn, dat is de rente en de dividenden, die hebben een dalende tendens, maar zijn stabiel. Die reflecteren eigenlijk de dalende rentes. En deze blauwe lijn, dat zijn de vermogenswinsten of verliezen. En u ziet dat een groot deel van het totale rendement van pensioenen wordt eigenlijk bepaald door die enorme volatiliteit van de waarde van de verplichtingen van pensioenfonds. Het ene jaar maken ze heel veel winst op hun belegging en de volgende jaar weer heel veel verlies. Je ziet wel dat totaal toch het beleggen in aandelen een goede zaak is geweest, achteraf. Dat is natuurlijk achteraf praten. Want als er helemaal niet in aandelen belegd zou zijn, dan zou dit het totale vermogen zijn geweest van pensioenfondsen. En met aandelen is het wel volatieler, maar toch wel iets hoger. Maar goed, dat is achteraf praten.
Dus wat hebben pensioenfondsen gedaan? Ze zijn meer risico gaan nemen. Nou zijn er twee problemen met het risico nemen. De eerste is, je neemt meer risico, meer volatiliteit, meer onzekerheid. Tweede probleem, en dat is echt een vrij fundamenteel probleem. En als u iets meeneemt van deze avond, is dit een belangrijk punt. En dat heeft te maken met dat het steeds moeilijker wordt voor pensioenfondsen om risico's op te vangen. En waar heeft dat mee te maken? Het heeft te maken met de omvang van de premiebasis en de omvang van de verplichtingen. Dit is een plaatje wat de trend daarin aangeeft. Donkere balken geven de bruto loonsom aan. Dat is totale premiebasis voor pensioenfondsen. En dat andere balkje wat ernaast staat, dat is de totale verplichtingen van de pensioenfondsen. En wat je ziet is dat die verhouding steeds schever wordt. De verplichtingen worden steeds groter ten opzichte van de premiebasis. Nou, dat heeft twee redenen. De eerste is de vergrijzing. Er komen steeds meer oudere mensen, steeds meer verplichtingen van pensioenfondsen aan ouderen. Terwijl het aantal jongeren min of meer stabiel is. Dat zijn de mensen die de premie betalen. Tweede reden is dat pensioenfondsen volwassen beginnen te worden. In de opstartfase van een pensioenstelsel zijn er nog heel weinig opgebouwde pensioenrechten, maar worden er wel heel veel premies betaald. Nou, we zitten nu steeds gaan we naar een systeem dat volwassen is in een vergrijzende samenleving. We hebben veel verplichtingen, maar relatief kleine premiebasis. Vroeger was het heel makkelijk, als het een keer tegenviel op de beurs, om de premie een beetje te verhogen en dan had je het probleem wel opgelost. Tegenwoordig is dat niet meer zo, want die aandelen, die totale beleggingen die tegenover die verplichtingen staan, die zijn enorm groot geworden ten opzichte van de premiebasis. Dus als je een tegenvaller op de beurs wil opvangen, dan moet je de premiepercentage enorm gaan verhogen. En dat is een heel fundamenteel aspect van het pensioensysteem. En ik denk dat dit eigenlijk wel de belangrijkste is waarom we deze trend zien in de hele wereld. Hè? Dit is niet alleen in Nederland, maar dit gaat dus over de ontwikkeling die we zien bij de aanvullende pensioenen. De pensioenen die door de werkgevers worden verzorgd. Eigenlijk zien we in alle landen dat de bedrijven zich terug gaan trekken als risicodrager. Dat wil zeggen, als het tegenvalt, dan belooft het bedrijf niet langer om bij te storten. En waarom is dat zo? Denkt u bijvoorbeeld aan Philips. Philips heeft inmiddels zoveel gepensioneerden en zoveel verplichtingen, dat als ze die verplichtingen wil verzekeren, dan worden haar resultaten in feite gedreven door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Dan wordt het een pensioenverzekeraar in plaats van een elektronica-concern. En dat is niet wat Philips wil. Philips wil niet een pensioenverzekeraar worden. En eigenlijk zien we dat in alle landen, dat de werkgevers zeggen, we kunnen het niet meer opbrengen. Onze core business is zo klein aan het worden ten opzichte van onze totale pensioenbelofte, dat kunnen we niet meer verantwoorden. In de meeste landen zien we dat als de werkgevers eruit stappen uit het pensioendeal, dat mensen dan helemaal aan zichzelf worden overgelaten. Met name in de Verenigde Staten en Engeland is dat het geval geweest. En wat dan blijkt is dat mensen heel slecht voor hun eigen pensioen kunnen zorgen. Pensioen is voor de meeste mensen een heel moeilijk onderwerp. Het blijkt uit onderzoek dat mensen eigenlijk liever naar de tandarts gaan dan dat ze zich met hun pensioen bezighouden. Er zijn allerlei redenen voor. Ik denk dat mensen het zo ingewikkeld vinden dat ze bang zijn om fouten te maken. En dat ze het heel eng vinden om over pensioen na te denken. Nou, in Nederland en ook in andere landen zie je nu een trend dat bedrijven weliswaar niet meer de risico's dragen, maar mensen nog wel helpen met hun pensioen. Door bijvoorbeeld automatisch uit hun loon een gedeelte in een pensioenpot te storten die ook automatisch voor hun op een verstandige manier wordt belegd. En ik denk dat dat een belangrijke reden is waarom Nederland nog altijd bovenaan staat. Omdat in Nederland hebben wij een pensioensysteem waar nog heel veel moeilijkheden uit de handen van mensen wordt genomen, ondanks het feit dat wij in Nederland ook dezelfde trend zien, dat de werkgevers zich terugtrekken als risicodrager. Want wat is de ontwikkeling die wij in Nederland hebben gezien? Eigenlijk dezelfde trend, dat er steeds meer risico's bij de pensioendeelnemers komt liggen en dat werkgevers minder risico's op zich nemen. En dat is al een trend die een hele tijd aan de gang is,
al eigenlijk sinds de jaren 80, een belangrijke hervorming in Nederland, u herinnert zich misschien nog wel, was het omzetten van het eindloon naar het middenloonstelsel. Dat was iets wat vooral na het begin van deze eeuw gebeurde, nadat de internetbubbel barstte. En toen gingen we over naar middenloon. Nou, wat was de essentie van die hervorming? Kijk, onder een eindloonstelsel is de indexering voor de actieven, dat zijn de mensen die nog premie betalen en werken, de indexering van hun rechten aan de lonen is onvoorwaardelijk, want het is gekoppeld aan je eindloon. Dus als je loon omhoog gaat, dan gaan ook je pensioenrechten omhoog. Onder middenloon is dat niet langer zo. Daar hangt het af van hoe gezond je pensioenfonds is, en dat merken we nu ook, of je pensioenrechten verhoogd worden. En dus dat is al een stap op weg naar meer risico neerleggen bij de deelnemers van het pensioenfonds. Wat we ook zien is dat we steeds preciezer worden van onder welke omstandigheden uw pensioen geïndexeerd wordt. Vroeger was het zo dat er in de kleine lettertjes stond van het pensioenreglement. Wel, als de financiële situatie van een pensioenfonds het toelaat, dan gaan we indexeren. Nou, dat was heel rekbaar begrip. Tegenwoordig hebben wij er hele expliciete afspraken over in zogenaamde staffels. Ik heb geprobeerd dat via dit plaatje aan te geven. Op de horizontale as ziet u hoe rijk een pensioenfonds is. Dit is als de nominale dekkingsgraad 100% is. Dus als het pensioenfonds net genoeg geld in kas heeft om uw nominale pensioenrechten te betalen. Dit is als de reële dekkingsgraad 100% is, die is hoger, want dan moet het pensioenfonds voldoende in kas hebben om niet alleen uw nominale pensioenrechten te betalen, maar het ook elk jaar te kunnen indexeren aan de inflatie. Nou, wat u in het plaatje ziet, is dat veel pensioenfondsen een afspraak hebben gemaakt en gezegd van, nou, als wij net genoeg in kas hebben, 100% dekkingsgraad, dan indexeren we helemaal niet. En hebben we net genoeg om die reële pensioenen te betalen, dan indexeren we volledig en middenin. Ja, dan hangt het er vanaf waar we zitten. En dat is het ene deel van het pensioencontract. Het andere deel is hoe de premie varieert met de dekkingsgraad. Dus het idee was voorheen dat als de dekkingsgraad laag was, was de premie hoog. En waren we rijk, dan konden we de premie wat verlagen. Nou, we zien in toenemende mate dat eigenlijk die premie stabiel wordt gehouden. En dat is ook een van de afspraken in het pensioenakkoord en dat eigenlijk al het risico in toenemende mate gedragen wordt door de pensioenaanspraken. Er is een probleem met deze staffels en dat is, dat is denk ik de belangrijkste reden waarom we een pensioenakkoord hebben, is dat het onduidelijk is wat er precies gebeurt als we onvoldoende geld in kas hebben voor zelfs de nominale aanspraken. In deze situatie zitten we vandaag de dag. De nominale dekkingsgraad ligt onder de 100%. Hier heb ik nog een horizontaal lijntje getrokken. Dus geen indexering. We weten inmiddels dat op dat moment er ook wel eens afstempeling zou kunnen plaatsvinden. Dus dat het niet nul is, maar een min. En hier is het ook vaak niet goed gedefinieerd wat er gebeurt als we heel rijk zijn. En het probleem is dat we in toenemende mate zien dat we niet hier zijn, maar aan de randen. Dus voor de kredietcrisis waren de meeste pensioenfondsen nog enorm rijk en zaten hier. Toen waren we eigenlijk aan het praten, wat moesten we doen met die rijkdom? En ja, een jaar later zitten we hier. En waarom is dat nu zo? Dat is natuurlijk een vervelende zaak, dat we eigenlijk geen complete afspraken met elkaar gemaakt hebben wat we doen aan die randen. En dat heeft te maken, en dit is het andere belangrijke punt wat ik u vanavond mee wil geven. U wordt het misschien enigszins ingewikkeld. Dit heeft te maken met de balans van de pensioenfondsen. Een balans van een pensioenfonds ziet er als volgt uit, dat aan de linkerkant zien we de bezittingen van het pensioenfonds en aan de rechterkant zien we de verplichtingen, de beloften. En het fundamentele probleem van het Nederlandse pensioenstelsel, en dat is denk ik de belangrijkste reden waarom wij een pensioenakkoord hebben, is dat we op dit moment niet echt doen wat we zeggen. Nou, laat ik uitleggen wat ik daarmee bedoel. Daarmee bedoel ik dat eigenlijk een mismatch is tussen de verplichtingenkant van de pensioenfondsen en de bezittingenkant van de pensioenfondsen. Op de verplichtingenkant, dat vertellen we mensen nog steeds, is dat ze nominale aanspraken hebben. Nominale garanties. Uw nominale pensioen, dat is zeker. Terwijl aan de linkerkant beleggen we niet op die manier. We beleggen
in de risicodragende titels. Als we die mismatch niet zouden willen hebben, dan zouden we alles moeten gaan beleggen in nominale obligaties die precies matchen met de nominale toezeggingen die we gedaan hebben. Nou, vroeger was dat misschien niet zo erg, die mismatch. Want toen hadden we nog twee dingen. In de eerste plaats hadden we een premieoptie. Als die aandelen een keer een jaartje slecht deden, dan konden we de premie verhogen. Nou, die is er niet meer en in steeds mindere mate. Dat komt vanwege de reden dat die premiebasis steeds kleiner wordt ten opzichte van de totale pensioenverplichting. Dat is de eerste reden. Tweede reden is dat die buffer op dit moment er niet meer is. Vroeger was het ook niet zo'n probleem. Als je een grote buffer hebt en de aandelenbeurs gaat een keer omlaag, nou, dan gaat gewoon je buffer omlaag. Maar op dit moment is die buffer er niet meer. Dus hebben we een probleem. Eigenlijk doen we niet wat we zeggen. We zeggen aan mensen dat ze nominale pensioen hebben, nominale garantie. Maar we beleggen niet op de manier dat we, de manier waarop we communiceren. Nou, dit is volgens mij het fundamentele probleem van ons pensioenstelsel. En dat is de reden dat we een pensioenakkoord hebben. Want dat probleem kun je op twee manieren oplossen. De ene manier, als je wil dat we nu gaan doen wat we zeggen, dan kun je of gaan doen wat we zeggen. Dat wil zeggen, we zeggen nominale toezeggingen, dan ga je ook beleggen op die manier. Dus dan ga je ook op nominale obligaties beleggen, zodat je je verplichtingen kan voldoen. Of je gaat zeggen wat je doet. Dat wil zeggen, je belegt in risicodragende titels en je gaat mensen ook vertellen dat hun aanspraken risicovol zijn. Nou, wat zijn de voor- en nadelen van die twee opties? Optie 1, doen wat je zegt, verminderen van niet meer in aandelen gaan beleggen, maar eigenlijk in nominale obligaties gaan beleggen. Nou, er zijn twee nadelen aan. Eerste reden, nadeel is dat het verwachte rendement op obligaties lager is. Dus als je nog steeds hetzelfde pensioen wil, dan zul je fors extra premie moeten betalen. De meeste economen gaan ervan uit dat er ongeveer 1,5% of 2% extra verwacht rendement op aandelen is. De totale looptijd van pensioenen is ongeveer 30 jaar. Dus 30 maal 1,5, dan kom je ongeveer uit op, ja, bijna de helft hogere premies, 50% hogere premies. Dat is één nadeel. Een ander nadeel is, het klinkt wel leuk, die nominale garanties, maar je wordt kwetsbaar, je gaat misschien minder aandelenrisico dragen, maar je krijgt een ander risico voor je. Want dat is het inflatierisico. Een nominaal gegarandeerd pensioen klinkt leuk, maar ja, als je 100% hebt op je 30ste... en inflatie is 2% per jaar, dan heb je op je 65ste nog maar de helft over. En dit gaat uit van prijsinflatie. En als je ook nog je loon wil bijhouden, is het nog erger. En als je helemaal nominaal gaat beleggen, dan hou je de inflatie niet bij. Dus dit is toch met elkaar niet zo'n aantrekkelijke optie. Vandaar dat het pensioenakkoord gekozen heeft voor deze optie. Te gaan zeggen wat we doen. Dus eigenlijk niet de beleggingenkant gaan aanpassen van je balans, maar de verplichtingen. Door ook je toezeggingen risicodragend te maken. Nou, zei het al, zacht maken, voorwaardelijk. Het gaat afhangen van hoe de wereld eruit ziet, expliciet. Als het goed gaat in de wereld, krijgt u meer. En als het slecht gaat, minder. Ik denk eigenlijk dat dat niet anders kan. Hoe slecht het nieuws misschien voor u is. En de reden is dat pensioenen gaan over een hele lange periode, gemiddeld over zo'n 20, 30 jaar. Dat is zo'n lange horizon dat we mensen geen garanties kunnen geven. Want we weten überhaupt nog niet hoe de wereld er over 20, 30 jaar uitziet. Ik denk dat de enige echte garantie die we mensen kunnen geven is dat we schokken eerlijk met elkaar delen. Ja? Dus dat zijn in mijn optiek de nieuwe zekerheden. En dat moeten we dus aan werken, dat schokken eerlijk verdeeld worden. Dat we natuurlijk ook eerlijk zijn over wat de risico's zijn. En dat we mensen helpen om met die risico's om te gaan. Nou, dat is eigenlijk wat het pensioenakkoord voor kiest. Maar er moet nog heel veel uitgewerkt worden.
En wat zijn de dingen die uitgewerkt moeten worden? In de eerste plaats, hoe gaan we dat nu communiceren? Dat de wereld onzeker is en dat er eigenlijk geen garanties bestaan. Er wordt veel over gepraat, ik heb het al gezegd, zekerder kunnen we het niet maken, transparanter wel. Want op dit moment geven we mensen in feite op een pensioenoverzicht toch het idee dat ze een nominale garantie hebben. Nou, dat is niet het geval. Leuker is het, het is niet leuk, maar het is gewoon zo en laten we daar dus eerlijk over zijn. Tweede belangrijke aspect is als we met elkaar risico lopen, dan moeten we wel goed gaan nadenken wat een eerlijke verdeling van die risico's is. Ik denk dat bijvoorbeeld het afstempelen van iedereen met hetzelfde percentage, zoals nu gebeurt, dat dat niet eerlijk is, of tenminste niet goed is. Ik denk dat jongeren over het algemeen meer risico kunnen lopen dan ouderen die helemaal afhankelijk zijn van hun inkomen. Maar dus, en eigenlijk van een pensioeninkomen. En eigenlijk kiest het pensioenakkoord daar ook voor door te zeggen, we gaan schokken uitsmeren. Dus als er een probleem is, dan gaan we dat niet in één keer nemen, maar dan gaan we dat over 10 jaar verdelen. Dat is een impliciete manier om te zeggen, we geven minder risico aan mensen die nu afhankelijk zijn van hun uitkering. En de mensen die later een uitkering krijgen, die krijgen het hele risico voor hun kiezen. Leeftijdsdifferentiatie. Maar goed, dan moeten we misschien jongeren ook wel belonen voor dat extra risico dat zij lopen. Nou, dat zijn de soort discussies waar we nu sterk mee bezig zijn. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om eigendomsrechten beter te gaan beschermen. Vroeger, met nominale aanspraken, was het in ieder geval helder waar je recht op had. Dat waren die nominale aanspraken. Maar waar hebben mensen eigenlijk nog recht op in dit systeem? Ik denk dat we daar veel beter over moeten nadenken. Ik heb er wel wat ideeën over, daar kunnen we straks over spreken. Een probleem wat ook heel speelt en wat heel sterk in de publiciteit naar voren is gekomen, is hoe we de aanspraken van mensen gaan waarderen. Nu waarderen we de aanspraken nog met een risicovrije rente. En er zijn twee problemen mee. Mensen hebben daar een hekel aan vanwege twee redenen. De eerste is dat de rente zo laag is. Een lage rente betekent, als ik al probeer uit te leggen, betekent dat juist de kosten, de waarde van de verplichtingen heel erg hoog zijn. Tweede is dat die heel erg volatiel is. Dus de rente is de ene keer is die heel laag, de volgende keer hoog, leidt tot heel veel onzekerheid. Nou, het pensioenfondsakkoord zegt eigenlijk dat ze het liefste willen gaan, niet meer met de rente, maar met een soort verwacht rendement. Wat stabieler is en wat hoger ligt dan de risicovrije rente. Je mag ook wel wat hogere rente gebruiken, omdat je expliciet aan mensen gaat vertellen dat er risico is. Dus het is juist dat je met wat hogere discontovoet mag gebruiken. Alleen denk ik dat het pensioenfonds daar wat te ver, de pensioenakkoord, daar wat te ver is ingegaan. En daar is ook heel veel publiciteit over gekomen. Door een hogere discontovoet te hanteren, maak je je verplichtingen kleiner. Wordt de dekkingsgraad hoger en kun je dus eerder geld uit gaan delen aan ouderen. En daar is nog heel veel discussie over wat nu de juiste waarderingsvoet zou zijn. Ik doe daar op dit moment heel veel onderzoek naar en ik kom eigenlijk tot de conclusie dat het ergens de waarheid in het midden ligt. Dus tussen een risicovrij rendement en het verwachte rendement op de belegging. Ik kan dus, als u daar interesse in heeft, zo wat over vertellen wat de reden is. De laatste open einde en misschien wel het belangrijkste is hoe we nou echt gaan zorgen dat mensen langer door kunnen werken. Want het is leuk om de pensioenleeftijd te verhogen en dat is ook heel belangrijk. Want als we met elkaar ouder worden, dan is het ook logisch dat we met elkaar wat langer doorwerken. Maar zijn er wel genoeg banen voor ouderen? Nou, dat is een enorme uitdaging. We weten allemaal dat de arbeidsmarkt voor ouderen niet goed functioneert. Als je als werkloos wordt, boven de 50, dan is het hartstikke moeilijk om werk te krijgen. En daar moeten we dus absoluut heel hard aan gaan werken, want ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste maatschappelijke opgave is om ouderen meer te emanciperen, zodat ze langer hun talenten ook op de arbeidsmarkt kunnen gebruiken. We weten dat door de vergrijzing steeds meer handen nodig zijn. Ik denk zelf dat dat een enorme kans is, juist om de sociale samenhang in de samenleving te verbeteren. Maar dat vraagt nog enorm veel van ons wat betreft de arbeidsmarkt voor ouderen. En dan tenslotte de controverse die er nog zijn en die natuurlijk lange tijd zijn geweest over het pensioenakkoord. Die gingen eigenlijk allemaal over verdelingen. Verdeling tussen arm en rijk, verdeling tussen werkgevers en werknemers en tussen jong en oud. Arm en rijk is heel veel druk geweest vanuit de vakbeweging. Ik denk zelf terecht
om toch voorzichtiger met de AOW om te gaan dan met de aanvullende pensioenen. En dat heeft te maken met het plaatje wat ik u eerder toonde. De aanvullende pensioenen zijn vooral belangrijk voor de midden- en de hogere inkomens, voor de hoger geschoolde mensen. Want een aanvullend pensioen krijg je eigenlijk bovenop je AOW, terwijl de AOW is hartstikke belangrijk voor arme mensen. En we zien dat die stijging van die levensverwachting toch vooral geconcentreerd is bij hooggeschoolde mensen. En daar zijn dus allerlei concessies gedaan van de regering op het laatst om toch de lagere inkomens wat te bedienen. Tweede controversiële punt is het verdelen over werkgevers en werknemers. Met name, een FNV-bondgenoot heeft hardop ingezet dat de werkgevers toch ook moeten blijven bijdragen aan de risicodeling. Dat betekent dus dat als het slecht gaat, dat de werkgevers ook wat meer premie gaan storten. Ik denk dat dat vooral symbolisch is, omdat die premiebasis toch zo smal aan het worden is ten opzichte van totale pensioenverplichtingen, is dat niet meer dan symbolisch. Het is vaak ook problematisch, omdat op het moment dat pensioenfondsen het heel slecht doen, doen de bedrijven het vaak ook heel slecht. Het is vaak het slechtste moment om de premie te verhogen. En ja, die premieverhoging moet natuurlijk wel uit de loonruimte komen. Dus ja, als de premie omhoog komt, dan betekent het toch voor werknemers althans dat de jongeren, de werkenden, dat eigenlijk moeten ophoesten. Dus in die zin is het gerelateerd aan het volgende probleem. De verdeling tussen jong en oud. Veel over te doen geweest. Dat heeft vooral weer met die discontovoet te maken, die waarderingsvoet. Veel mensen die zich zorgen maken dat de pensioenfondsen zich rijk rekenen door met een verwacht rendement te rekenen, waardoor ze eerder kunnen uitdelen, zodat er te weinig overblijft voor jongeren. Nou, daar heb ik zelf wat voorstellen voor gedaan om dat gevaar onklaar te maken. Eén is om een discontovoet te gebruiken die eigenlijk een beetje tussenin ligt. En om er ook voor te zorgen dat als het beleggingsbeleid verandert, dat je dan niet zomaar extra kunt gaan uitdelen. Goed, ik denk dat ik een beetje aan het eind kijk. De derde pijler heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel over gezegd. In Nederland vrij klein. Ik denk dat die in de toekomst groter gaat worden. Dat heeft te maken dat we eigenlijk steeds meer aan het versoberen zijn bij de eerste en de tweede pijler. Dus als je als hoge, voor de lage inkomens doen we nog veel via overheid en via belastingen. Maar als je een wat hoger inkomen hebt en je wil nog steeds vroeg met pensioen, dan zul je toch zelf meer moeten gaan bijsparen. Omdat inderdaad de eerste en de tweede pijler zich vooral gaan focussen op de mensen die niet meer kunnen werken. Dat wil zeggen mensen met een laag inkomen of mensen die ouder zijn. Maar als je, ik ben ervan overtuigd dat toch vrij vroeg de pensioenleeftijd gaat opschuiven in de richting van 70. Dus wil je toch wat eerder eruit, dan zul je toch zelf daarvoor moeten zorgen. Tweede reden is dat er steeds meer behoefte komt aan maatwerk. Vroeger was het zo, mensen werkten hun hele leven bij een werkgever. Nou, tegenwoordig zie je steeds meer mensen gaan toch een tijdje zelfstandig worden enzovoort. Veel meer maatwerk. Mensen willen toch zelf maatwerk doen. Met name voor zelfstandig ondernemers is die derde pijler heel belangrijk. Want ze zitten niet in de tweede pijler. Steeds meer mensen die zelf gaan ondernemen. En ICT geeft ook steeds meer ruimte voor maatwerk. We zien allerlei pensioenregisters opkomen waar je toch zelf goed je pensioen kunt bijhouden. En ik verwacht zelf ook dat de eigen woning in de toekomst veel meer als pensioenvoorziening gaat fungeren. Ook door de problemen die we met de hypotheken hebben. Ik denk dat we in Nederland naar een systeem gaan dat je je hypotheek net zoals vroeger gewoon netjes aflost over 40 jaar, denk ik. 30 jaar, ik zou ervoor zijn om die aflossingstijd wat te vergroten. Komt door de stijgende levensverwachting. Mensen hebben meer tijd om hun pensioen, om een hypotheek af te lossen. En als ze met pensioen zijn, hebben ze een afbetaald huis. En dat kunnen we dus ook gebruiken om ze minder woonlasten enzovoort. Dus de woning zal denk ik ook steeds meer als pensioen gaan functioneren in de toekomst. Dat was eigenlijk mijn verhaal. Anita, jij gaat geloof ik nu vragen of mensen nog vragen hebben. Even kijken op mijn microfoon. Die doet het wel. Ik zou zeggen, neemt u even een slokje en even rust. Want ik ga ook even met de zaal afspreken hoe we het verder gaan doen. Okay. Ik wil wel, als ik dit zo gezien heb. Ik had vanmiddag al even de presentatie van de heer Bovenberg gezien. En door alle uitleg die hij nu zelf aangegeven heeft en hoe je sommige grafieken moet lezen, moet ik zeggen dat een aantal zaken toch aanzienlijk helderder zijn dan dat ik ook in eerste instantie zei ik al tegen u. Nou, sommige dingen zien er best ingewikkeld uit. Maar uiteindelijk is het toch een, wat mij betreft, en ik hoop dat ook voor de zaal geldt, een heel helder verhaal geworden. Ik heb wel een aantal dingen zijn me opgevallen uit uw presentatie.
Een van de eerste dingen die me opviel was dat wat pensioenambities betreft Griekenland op nummer 1 stond. Ik denk dat mensen in de zaal het ook wel gezien hebben. Ja, die stonden echt ver uit op nummer 1. Ik vroeg me ook af, u had het over gezonde levensverwachting. En u had het ook net wat u zegt, mensen kunnen steeds meer informatie via internet vinden. Wat de pensioenplanners betreft. Ze kunnen precies zien hoe het bruto, netto, als ze hun UPO's invullen. Maar dat is nou net het probleem. Want als je dat in gaat vullen, dat is nu ontzettend hard aan gewerkt de afgelopen jaren. Je kunt dus heel veel zien. Maar wat je ziet, is dus niet wat je krijgt. He, dus zei ze wel eens, wat je ziet is wat je get. Maar wat pensioenen betreft is het niet meer waar. Dus eigenlijk is er nu een systeem ingebouwd voor alle mensen om dus eindelijk eens wat helderheid te krijgen en meer inzicht. En van de andere kant, denk ik, krijg je dus het probleem dat het niet is wat je denkt te krijgen. En ik wou als eerste misschien toch zelf ook eens aan u vragen. Hoe ziet u zelf over 10 jaar... De mensen die dan rond de pensioenleeftijd zitten. Want ik heb zelf het idee dat mensen met goede inkomens, goede pensioenen, die gaan straks gewoon op tijd zelf plannen wanneer ze met pensioen gaan. Of ze eerder of later weg willen. Ze kunnen, als ze met minder geld kunnen ze eerder met pensioen. Die hebben het eigenlijk wel heel erg makkelijk ten opzichte van heel veel mensen die dus buiten hun AOW een heel klein pensioentje hebben. Als die eerder willen stoppen met werken, wat eigenlijk gezien hun gezonde levensverwachting misschien wel veel aantrekkelijker zou zijn voor die groep, dan heeft juist die groep het probleem dat ze dat eigenlijk financieel niet kunnen betalen. Dus wie werken er straks nog op hun 65ste dat zijn, of 67ste? Dat zijn de mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen om te stoppen. Toch een beetje Amerikaanse toestanden, zou ik zeggen. Misschien dat u daar als eerste nog eens even op kunt reageren. Ja, ik wil het nog wel wat zeggen over Griekenland, hoor. Maar Griekenland staat daar nog heel hoog. Dat is inmiddels zijn ze behoorlijk gezakt, want inmiddels is daar natuurlijk fors al bezuinigd. Dat is het probleem als je een pensioenstelsel hebt wat alleen gebaseerd is op de overheid en ook een overheid die totaal niet functioneert, dan kan het er mooi uitzien. Maar heeft natuurlijk weinig te betekenen. Tweede wat u zei is over de risico's. Ja, ik denk dat is een groot probleem van de manier waarop we nu communiceren is dat het niet eerlijk is, omdat dat als ik mijn pensioenbrief krijg, dan staat mijn inkomen daarop en dan staat er een nominaal pensioenrecht op. En ik interpreteer dat als een vervangingsratio. Dat wil zeggen, als ik daarop zie dat mijn nominale pensioenrecht ongeveer 70% is van mijn inkomen, dan denk ik, het zit wel goed. Maar het zit dus helemaal niet goed, want mijn pensioenfonds, het ABP, staat er helemaal niet goed voor. En de komende jaren kan ik waarschijnlijk nauwelijks indexatie verwachten. En dat wordt mij eigenlijk niet verteld op mijn pensioenbrief. En bovendien wordt er ook niet verteld hoe groot de bandbreedte is die ik ongeveer kan verwachten. Dat dus net iedereen geleerd wordt om die pensioenbrief te lezen. Ja, dus dat moet stukken beter. Dat is natuurlijk een van de uitdagingen, ook na het pensioenakkoord, wat ik een grote vooruitgang vind, dat we met elkaar eerlijk gaan communiceren. Dus dat is wel slecht nieuws, want de meeste mensen hebben natuurlijk absoluut een hekel aan. Eerst dachten ze, nou, hun pensioen is gegarandeerd, dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Dat is ook sinds de overstap van eindloon naar middelloon is natuurlijk in de reële zin al niet gegarandeerd. Want maar dat indexatie is ook niet gecommuniceerd volgens mij. In mijn optiek is dat inderdaad, het is wel gecommuniceerd, maar niet goed voldoende. Dus absoluut niet. Als je alle kleine lettertjes gaat lezen, dan lees je dat wel. Maar pensioenfonds had dat veel beter moeten communiceren. En dat is ook de reden dat we met zo'n enorme verwachtingskloof zitten. Dat mensen nog steeds het idee hebben dat hun pensioen min of meer gegarandeerd is. Terwijl dat door alle ontwikkelingen absoluut niet meer het geval is. Dus dat ben ik heel met u eens. We hebben wel allemaal mooie tools. Maar de inhoud daarvan, die moet nog stukken beter. En met name, zijn tussen twee kernwoorden. Eén is koopkracht. Dus dat moet veel beter gecommuniceerd worden, wat je ermee kunt kopen in plaats van het geld. En twee, het feit dat er risico aan verbonden is, dus dat er een bandbreedte is over uw pensioen. En wat ik zei, als je kijkt over 10 jaar van de mensen die dan op dat is natuurlijk de kernvraag, arm versus rijk enzovoorts. Nou, ik verwacht inderdaad voor middeninkomens wat er gaat gebeuren, is dat mensen geleidelijk met pensioen gaan. Niet meer op één moment, maar veel geleidelijker. Dat komt ook door de
de veranderende aard van de arbeid. Vroeger hadden mensen vooral een industriële job in een fabriek. Tegenwoordig is het veel meer diensteneconomie. Het is veel makkelijker om je werk op zo'n manier te organiseren dat je het zelf kunt organiseren. En zie je nu al bij de hoger- en de middeninkomens. Die houden op met hun carrièrejob en die gaan gewoon daarna aflopen. Gaan ze allerlei dingen doen, leuke dingen doen. Maar ook een stukje werken. Dus een gedeelte van je pensioen wordt je arbeidsinkomen. Een gedeelte wordt de woning. Ik verwacht dat in de toekomst mensen eigenlijk op hun pensioenleeftijd is naar een pensioenfonds gaan of de verzekeraar en zeggen, nou, ik heb zoveel vermogen in mijn woning en dat draag ik dan misschien ook over aan het pensioenfonds. En dan krijg ik nog wat extra uitkering via mijn eigen woning. Dat zijn er, ja, nee, precies. En dan voor de andere mensen, dat is inderdaad, nou, terecht, u vraagt er terecht naar. Dat zijn zeg maar de 20% van de samenleving, 25% die aan de onderkant zit. Daar is het heel moeilijk voor. En dat is natuurlijk ook waarom ik wel ervoor ben, wat ik ook gezegd heb, dat we toch voor die groep mensen toch extra goed zorgen via de overheid. Ik denk zelf dat er een groep, ik denk zelf dat er een groep mensen komt tussen hun 60ste en hun 70ste toch voor een groot deel afhankelijk zijn van de overheid. En misschien via gemeentes op een of andere manier nog geactiveerd worden, zeg maar. Dus in vrijwilligerswerk. Ik hoop dat dat moet. En ik denk dat de sociale samenhang. Ik denk zelf dat de sociale samenhang. Dat dat een van de grootste problemen is dat er heel veel mensen boven de 80 dreigen te vereenzamen. Veel mensen in met name wijken met veel arme mensen dreigen te vereenzamen. Ik hoop dat we op een of andere manier kunnen zorgen dat de mensen die zeg maar tussen de 60 en de 70 zijn toch op een of andere manier die mensen kunnen verzorgen op een of andere manier. Het zijn geen hoogstaande taken. Het is gewoon een praatje maken. Misschien een lunch brengen. Dus misschien boodschappen gaan doen. Mantelzorg, ja. Misschien wordt je dan tegen die tijd daar ook wel beter voor betaald. Dat zou misschien ook wel kunnen. Beter betaald. Maar in ieder geval, het is natuurlijk wel zo. Je kunt wel zeggen, iedereen moet langer werken. Maar de meeste werkgevers zijn daar nog helemaal niet op ingesteld. Nee, ik denk een soort flexibele AOW, denk ik wel. Dus dat mensen eerder een AOW krijgen. Maar dan als tegenprestatie wordt gevraagd dat je is wat doet voor de mensen om je heen. En dus gemeenten gaan steeds meer de WMO uitvoeren. Dat is eigenlijk voor mantelzorg, voor mensen die zelf geen sociale kring hebben. En ik zou het goed vinden als gemeentes zouden proberen om op die manier toch de sociale samenhang in. Over een paar jaar moeten we nog maar eens een keer opnieuw naar kijken. Ik ga even voorstellen de mensen in de zaal die de microfoon in de hand hebben. Dat is rechts mijn collega Henk Snijders van de economieredactie. En links Ton de Jong, mijn collega van de opinieredactie. Zij komen bij u met de microfoon voor uw vragen. Ik ga u wel even vragen, probeer de vraag helder en kort te formuleren. U mag ook best een stelling poneren waar de professor ook op kan reageren. Maar probeer het een beetje kort, zodat we wat meer mensen in de zaal de gelegenheid kunnen geven. Wie wil er aan die kant een vraag stellen? Henk, begin maar met de meneer die volgens mij expres helemaal vooraan is gaan zitten om zeker te weten dat er aan de beurt zou komen. Mijn naam is Bernard Robben uit Goorlen. Mijn vraag is namelijk of professor Landsberg het eens is met het feit dat Gerard Riemen, de directeur van de pensioenfederatie, heeft gesteld van jongens, de meeste pensioenfondsen gaan per 2013 korten, letterlijk afstempelen. Terwijl er momenteel nog geld genoeg in kassen bij alle pensioenfondsen, ze klagen wel. En ze zitten wel onder de dekkingsgraad, maar ze hebben nog geld genoeg in kas, want pensioenfondsen rekenen op met een levensverwachting van tenminste 50 jaar. Nou, dan gaat het nou even wat minder goed, maar over een paar kan het best stukken beter gaan. Waarom moeten mijn pensioenfonds in 2013 gaan korten en waarom zeggen ze dat nu al? Oké, dat is een duidelijke vraag. Dan mag u gelijk op antwoorden. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet, omdat dat hangt dus zeer sterk af hoe het verder gaat met Europa. Zo simpel is het. Als de regeringsleiders enzovoorts er mooi uitkomen en het vertrouwen neemt weer toe, zal de rente weer gaan stijgen. Daar ben ik van overtuigd in Nederland. En dan gaat de beurs weer omhoog. Dus eigenlijk hangt het er vanaf wat er met Europa gebeurt. Als ze er niet uitkomen en het vertrouwen gaat verder omlaag, dan is korten zeker aan de orde. Maar we hebben nu en dit waarom, in dit decennium, we hebben al voor de derde keer meegemaakt dat de dekkingsgraden zo laag zijn en dan een paar maanden later, dan gaat de beurs omhoog en dan praat niemand er meer over. Nou.
En nu is het toch een ander verhaal, want nu is een voorschot genomen op het feit dat nu al wordt aangekondigd, wij gaan afstempelen. Nou, waarom, dat was natuurlijk een van uw vragen, waarom wordt dat nu al aangekondigd? Nou, dat is echt op voor... Het passeert dat het zeer zeker gaat gebeuren in 2019. Want pensioenfondsen gaan hun gaten vullen, ja? Met ons gespaard geld. Zo simpel is dat. Nou, Ja, dit ligt, zit heel gevoelig dit, hoor. Het zit heel gevoelig, ja. Nee, dat begrijp ik heel goed. Oké, okay, dat gaan we. Ja, oké. Okay. Ik vind dat niet realistisch. Ik heb er 40 jaar voor gespaard. Ja. Pensioenfondsen hebben geld genoeg in kas. Die rekenen met de loop dat dan tenminste 50 jaar. Er zijn pensioenfondsen die zelfs rekenen met 100 jaar. Waarom dan nu mij al dreigen met korten in 2013? Oké, okay, nou, uw vraag geldt voor de waar hele is goed zaal voor, die waar is goed vraag voor heeft? Is duidelijk. Kijk, het idee is natuurlijk dat er nog voldoende geld moet zijn voor de mensen die na u komen. Daar gaat het om. Dus je moet een inschatting maken van hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten houden om ook nog de mensen die na u komen, dus de jongeren, ook nog een redelijk pensioen te geven. Nou, daar gebruiken we op dit moment die rekenmethode voor via die rekenrente. Dus als de rente laag is, is het idee dat betekent dat er straks minder beleggingsopbrengsten zijn, dat we nu eigenlijk meer in kas moeten laten voor de jongere mensen, dat ze straks ook nog een redelijk pensioen hebben. Dat is de reden waarom we nu willen afstempelen. Ik denk zelf, maar goed, dat heb ik al geprobeerd aan te geven, dat we naar een pensioenstelsel zouden moeten waarin er meer risicodeling is tussen jong en oud. Dat betekent dat als het slecht gaat in Europa, dat in eerste instantie toch de ouderen relatief wat worden ontzien. Maar net andersom, als het heel goed gaat met Europa, dat de jongeren dan ook wat meer krijgen en ook wat meer. Want risico dragen is vervelend voor mensen. Dus daar moeten ze ook in zekere zin voor beloond worden. Dus we moeten eerlijke afspraken... Wat? Nee, even, u moet even op de microfoon wachten, want anders gaat iedereen in discussie en dan wordt het een beetje rommelig. Dus het gaat erom, de mensen zeggen, wij hebben het risico zelf ook al gedragen. En een paar jaar geleden was het nog zo, dat tegen de gepensioneerden werd gezegd, met u, het is uw geld, het is uw pensioenpot. Ja. U kunt ermee doen wat u wilt. U kunt schuiven, u kunt dit, u kunt overheven, een partnerpensioen. Het is uw geld. Ja. En dan voelen mensen het als diefstal. Want dan denk ik, ja, nou pakken ze mijn geld af. Ja, zo wordt het wel ervaren. Het is ook uw geld. Alleen, het wordt natuurlijk op een manier belegd die u misschien niet prettig vindt. Want risicovol belegd, dat is... U wil het misschien risicovrij beleggen. Maar ja, dan is weer de keerzijde daarvan dat u minder opbrengst krijgt, dat uw pensioen ook zeker omlaag moet. Dus er is een zekere hoeveelheid geld die u inderdaad heeft gespaard. Alleen het probleem daarbij is dat de opbrengsten van dat geld een stuk lager zijn, en zeker ook voor de toekomst gezien, dan wij oorspronkelijk hadden ingeschat. En dat komt dat we in een wereld leven die er wat minder prettig uitziet dan een jaar of 20 geleden. Dat is natuurlijk de fundamentele reden. Nee, en daar moeten we... Wacht even, nee, we gaan niet in de discussie, sorry. En dat moeten we met elkaar op een eerlijke manier delen. En nu is in ieder geval de afspraak dat wat betreft indexatie, dat we dat eigenlijk uitsmeren. In die zin, de ouderen hebben wat minder risico dan jongeren, maar wat betreft, als het echt onder de 100% komen, dan gaan we iedereen op hetzelfde, precies op dezelfde manier afstempelen. Dat noemen we dan eerlijk delen. Dat is zoals het nu de afspraak is. Maar, zoals ik zei, ik denk dat er veel voor te zeggen is om dat te veranderen, maar tegelijkertijd betekent dat ook weer voor de ouderen dat ze wat minder extra indexatie erbij krijgen als het goed gaat. Zo simpel is het. Het maar blijft u zei altijd, vorige week dus, nog voor een artikel in de krant, het kan een gemiddelde van 3%, een gemiddelde van 3% zijn in 2013. Ja. Het kan minder zijn, maar het kan zeker niet meer zijn. Nee. Waarom kan het niet meer zijn? Dat is de afspraak die we gemaakt hebben. Het hangt er dus vanaf wat het... Als we op dit moment kijken, dan moeten de pensioenfondsen aan het einde van dit jaar een uitspraak doen van hoeveel ze maximaal gaan korten. Dus het kan niet meer worden, want als het nog slechter gaat na 31 december, op dat moment kunnen ze niet meer gaan korten in 2013, kunnen ze pas weer gaan korten in 2014. Dus u kunt wel, kijk, stel bijvoorbeeld wat nu de verwachting is, gemiddeld 3%.
als ze er in Brussel niet uitkomen. Want als ze eruit komen, verwacht ik dat dat wel uit de lucht gaat. Maar als ze er niet uitkomen, nou, dan zal het gemiddeld zo'n 3% zijn voor de aanvullende pensioenen. Dat betekent dat als de beurs daarna weer beter wordt, de rente gaat omhoog, nou ja, dan gaat die korting van tafel. Hadden ze dan gewoon niet even kunnen wachten met deze onrust veroorzaken tot Europa eruit? Dus we weten wel dat dat erg lang duurt, maar dat hadden ze ook net zo goed nog even hun mond kunnen houden. Nou, we toch? Weten natuurlijk niet of Europa eruit nee, komt. Precies, dat is het probleem. Dus dat is het probleem. Nou, dus maar, ik denk dat het goed is om mensen erop voor te bereiden. Dus beter, het kan beter meevallen dan later tegenvallen, vindt ja. u? Oké, ik ga naar dus een vraag. Dus het is inderdaad masseren natuurlijk. Het is mensen voorbereiden voor slecht nieuws. En ik denk dat het beter is dat mensen weten dat het eraan zit te komen, zodat ze daar voor hun natuurlijk hun planning mee bezig gaan, rekening kunnen houden. Dus ik vind het wel goed dat dat het toch gezegd is. Ja, dat ze nu aan mensen vertellen hoe ze er nu voor staan en dat ze daar rekening mee moeten houden. En dat ze niet de hoofd in het zand steken. Dus ik vind het goed dat ze. Oké, ik ga even naar een vraag daar. We komen straks weer daar terug. Die meneer. Je houdt vast. Ja, mijn naam is Ad van der Gevel. Ik heb de volgende kwestie die ik graag aan de heer Bovenberg zou willen voorleggen. Ik heb begrepen dat de daling van de dekkingsgraad door de heer Bovenberg in belangrijke mate is toegeschreven aan de daling van de rendementen. Dat heeft hij ook in feite laten zien. Maar in mijn ogen een belangrijk politieke factor, die is niet aan de orde gekomen. En dat is namelijk het feit geweest dat die hoge reserves van de pensioenfondsen op het eind van de 80er jaren door het derde kabinet Lubbers zijn afgeroomd. In ruil voor bijvoorbeeld een zekere mate van onafhankelijkheid van het AWP. Dus mijn stelling is, en die ik graag aan het land zou willen voorleggen, is als het die regering, Lubbers had dat geld nodig om begrotingstekorten af te dekken. Als nu zijn de pensioenfondsen, die klagen, nu klaagt de hele samenleving A, ach en W. Dan stort de regering stort weer dat excessief, die 15 miljard euro die ze destijds hebben met rente natuurlijk, met rente. Ja, daar heb ik nog niet eens over, maar die storten ze weer terug. En dan zijn de problemen van het pensioenfonds zijn opgelost. Ja, daar komt nog bij, daar komt nog een klein dingetje bij. Even kort, dat, dat die hele transactie van de regering Lubbers in belangrijke mate in het geniep zich heeft voltrokken. Je kunt nauwelijks terugvinden in de handelingen van de Tweede Kamer wat er zich heeft afgespeeld. Okay, met andere woorden, de filosofie van de regering is geweest, wij zeggen niet wat we hebben gedaan. Nee, dat doen ze nu wel, maar toen niet. Meneer Bovenberg, dat is wel duidelijk, dat zit ook niet lekker. Nee. Dat er veel geld is weggehaald bij de pensioenfondsen, enerzijds. Anderzijds zijn er natuurlijk ook heel veel goede jaren geweest waarin de pensioenpremie werd vrijgesteld. Waarvan nu ook iedereen zegt dat we het nooit moeten doen. Nee. Dus er zijn een aantal zaken in het verleden gebeurd, waarvan de mensen die nu of op indexatie graag willen of niet gekort willen worden, toch de dupe dreigen te worden. Kunt u daar eens op reageren? Hoe kijkt u daar zelf tegenaan? Ja, ik denk dat het verstandiger was geweest om in de jaren 80 niet die greep in de kast te doen. Dat ben ik het helemaal mee eens. Alleen helemaal in het geniep. Nou, het is natuurlijk wel gewoon goedgekeurd door de Tweede Kamer. Dat zijn we met z'n allen. En ja, dat is nu eenmaal de verleiding die wij als mensen altijd hebben om toch op de korte termijn te leven. Zo zitten we nu eenmaal als mensen in elkaar. En het zou absoluut beter geweest zijn. Maar vindt u dat het teruggestort zou moeten worden? Maar het zou onze problemen nu niet opgelost hebben. Ook niet als het teruggestort wordt? Bij wijze van spreken, wat die meneer voorstelt. Dat kan natuurlijk, maar dan heeft de overheid weer een probleem en moeten we nog zwaarder gaan korten op allerlei andere overheidsuitgaven. Dus ja, het zit eenmaal in het beestje dat wij graag op de korte termijn willen leven en we niet zo goed denken over de toekomst. Maar dat is ook de reden dat eigenlijk gezegd wordt dat het zo goed is dat wij een verplicht pensioenstelsel hebben. Omdat anders mensen, als ze dan toch een nieuwe auto willen kopen, toch maar gauw uit het pensioenpotje de geld halen om die auto te kopen en uiteindelijk niets hebben. Dat is toch ook een van de redenen waarvan steeds gezegd wordt, het is goed dat we een verplicht stelsel hebben. Precies, dat is dus een van de redenen dat we bovenaan staan. En dus individuen worden tegen zichzelf beschermd, daar komt het op neer. Alleen, ja, op politiek niveau kunnen we natuurlijk nog wel een greep in de kas doen. En dat gebeurt dus ook vaak. En ook inderdaad door werkgevers. Ik vind het inderdaad wel vervelend. En daarom ben ik eigenlijk wel blij met de afspraak uit het pensioenakkoord om premies te stabiliseren. Het klinkt heel leuk om premies omhoog te doen als het slecht gaat. Maar in de praktijk komt daar heel weinig van. Want als het slecht gaat, kunnen bedrijven het gewoon niet betalen. En
worden mensen werkloos als de premie omhoog. Nou, dat wil men ook niet. En je ziet dus vaak als premies meeademen met de conjunctuur, dat in goede tijden de werkgevers het inkassen en in slechte tijden toch niet verhogen. Dus het klinkt wel leuk om de werkgevers mee te laten betalen, dus mee te laten delen in de risico's. Maar zij zijn zo slim dat ze in goede tijden pakken ze het extra geld mee en in slechte tijden betalen ze niet of veranderen ze het systeem. Dus in die zin vind ik het juist wel heel goed dat in het pensioenakkoord ervoor is gekozen om de premie gewoon stabiel te houden. Ik denk dat het voor werknemers eigenlijk beter is. Okay. En nou ja, eigenlijk hebben we daar net ook een toestand gezien. De overheid als werkgever, als het goed gaat, nou dan kan er wel wat minder en dan kunnen wel de aandeelhouders bediend worden. En als het slecht gaat, dan kunnen we niet extra betalen, want dan wordt u werkloos. Dus ik vind het een goed idee om de premie te stabiliseren en niet mee te laten ademen met de conjunctuur. Laat daar realistisch over zijn. Ik had al even contact met mijn collega die inmiddels midden in de zaal zit, bij een vragensteller. Mijn naam is Karel van der Pas. Meneer Bovenberg, ik ben eigenlijk geïnteresseerd in het volgende. Pensioenen is altijd iets, heb ik geleerd, van de lange adem. Het gaat over heel veel jaren en je moet heel lang vooruit zitten kijken. En we zien nu discussies dat op kwartaalresultaten gaat en nog even misschien op maandresultaten, dat we zeggen de rentestanden en dan kijken we naar dekkingsgraden per maand. En ik ben eigenlijk wel getriggerd in uw inleiding dat u zegt, ja, misschien is een risicovrije premie en de rentestand van de dag niet goed en een rekenrente vast van 4% ook niet goed. En dat zit er tussenin, zou u daar eens wat meer op kunnen ingaan, dat zei u, ja, dat wilde doen. En het tweede is, als we dan over afstempelen gaat, moet dan ook naar leeftijdsdifferentiatie gekeken worden, wat uw ideeën daar dan over zijn. Want er is natuurlijk een actuele discussie tussen jongeren en ouderen. En het heeft ook met solidariteit te maken. Dus ik ben wel benieuwd wat uw ideeën daarover zijn dan. Ja. Oké, twee vragen tegelijk. Maar Nou, twee hele goede vragen. Wat betreft die volatiliteit van de rente, ben ik inderdaad voor om ergens middenin te gaan zitten. Wat betekent dat de rente toch wat minder belangrijk wordt. Omdat ik eigenlijk denk dat het onzin is om naar de rente te kijken voor heel lange durations. Dat betekent voor heel lange horizons. De markt voor 15 jaar en meer is heel illiquide. Er wordt heel weinig gehandeld. En dat zijn juist de rentes die heel belangrijk zijn voor de waardering van de verplichtingen. Want als je een lange horizon hebt, dan ben je ontzettend gevoelig voor de rente. Want eigenlijk de gevoeligheid is de rente maal de horizon. En ik denk dat het inderdaad beter is om voor die langere termijn niet minder te vertrouwen op de markt en meer op een inschatting, dus voor 15 jaar en verder. Dus het is iets tussenin. Maar zo was het toch ook? Het was toch ook aanvankelijk? Pas zat het ook een vaste rente? Nou, dat was voor alles. Het was 4% voor alles. Ja. Ik denk dat je de markt moet gebruiken voor waar de markt werkt. Er wordt heel veel verhandeld voor de eerste 15 jaar. En dat is ook logisch. Want mensen die kunnen handelen met mensen die dan leven. En jongeren en ouderen kunnen nauwelijks handelen. Dus voor die langere horizon. Dus daarvan ben ik veel meer voor een soort vaste regel waar experts, we noemen dat de ultimate forward rate met een technische term, waarbij experts elk jaar vaststellen wat het ongeveer redelijk is. En voor tot 15 jaar neem je de markt. Die is dus wel vrij volatiel, maar die is wat minder belangrijk voor de waardering van de verplichtingen. En dat brengt me op je twee. Ik vind dus wel dat je dat moet meenemen als thermometer. Maar hoe je daarop reageert, dat zou wat mij betreft veel minder volatiel moeten zijn. En dan kom ik op je leeftijdsdifferentiatie, want dat is leeftijdsdifferentiatie. Want als je niet direct reageert, in feite wat je dan doet, is dat je beschermt ouderen tegen die volatiliteit. En de jongeren, die dragen dat risico. Dus in feite zijn we dan bezig, als we dat doen, wat mijn voorstel zou zijn, om leeftijdsdifferentiatie in te voeren en om eigenlijk te zeggen van ouderen die hebben veel minder tijd en gelegenheid om zich direct aan te passen aan die schommelingen. Die zijn helemaal afhankelijk van hun pensioeninkomen. Jongeren die nog werken, die kunnen hun pensioenleeftijd nog aanpassen aan wat ze overkomt. En die kunnen dus meer risico dragen. Ik ben dus een sterk voorstander van leeftijdsdifferentiatie. Dat betekent dus ouderen minder risico, werkenden meer, maar dan krijgen werkenden daar ook een beloning voor. Dus dat is de deal die gemaakt wordt tussen jong en oud. De jongeren verzekeren eigenlijk de ouderen, daar komt het op neer, maar krijgen daarvoor wel een verre verzekeringspremie. Wat is uw invloed in Den Haag? Nou ja, op dit punt wordt daar wel
veel naar geluisterd. Ja, ik denk dat dit ook wel iets... Kijk, dat zit ook al in het pensioenakkoord, gedeeltelijk, omdat schokken worden uitgesmeerd. In feite zeg je dan, als nu de dekkingsgraad daalt, gaan we niet gelijk korten. Dus als er nu 10% tekort is, gaan we niet direct 10% korten. Nee, we gaan dat over 10 jaar uitsmeren. We gaan nu met 1% beginnen. En als het verder volgens verwachting gaat, dan komt er volgend jaar 2%, 3%. Nou, dat betekent in feite dat er al leeftijdsdifferentiatie is. De mensen die nu een pensioenuitkering krijgen, die worden in de eerste jaren minder gekort. En mensen die pas na 10 jaar vanaf nu met pensioen gaan, die krijgen de volle schok. De volle 10% voor rekening. Dus het zit al... Het zit al. Ja, dus nou ja, zelf ga ik waarschijnlijk pas over ruim 10 jaar met pensioen. Dus in die, ja, ik krijg dan die volledige. Dus nu met het afstempelen bijvoorbeeld. Ja, dan zou ik direct die 10% krijgen. Maar er gebeurt misschien nog wel iets gedurende die 10 jaar. Of zeker wel wat. Gaat het verder omhoog of omlaag. Maar het idee is denk ik helder. Je reageert wat minder heftig. Wat eigenlijk betekent dat je de jongeren wat meer risico geeft, want die lopen het risico dat het niet verbetert. En de ouderen ontzie je wat, maar de ouderen betalen daar wel een prijs voor aan de jongeren. Oké, helder. We gaan naar de volgende vragensteller. De microfoon blijft in handen van degene die de microfoon heeft. Mijn naam is Thomas Schouten, ik kom uit Den Haag. En ik had een vraag over dat u zegt dat de premievaststellingen, de uitkering daarvan, die moet niet meer vastgesteld worden door de pensioenfondsen. Maar dat moet gewoon in de loop van de markt, in de loop van de gang van het pensioenfonds, wordt de uitkering ook bepaald. En ik vroeg me af, geeft dat eigenlijk niet een, stelt dat de pensioenfondsen eigenlijk niet gewoon vrij van de verantwoordelijkheid om een bepaalde uitkering te geven? Waardoor ze in principe zouden kunnen zeggen, het ABP bijvoorbeeld, de Philips aandelen zijn enorm gedaald, dus de uitkeringen gaan dit jaar iets wat lager, maar hey, volgend jaar misschien is het al wat beter. Ja. Oké, een soort moral hazard. In ieder geval, je verschuilen achter de koersbewegingen om vervolgens te zeggen, ja sorry, wij moeten afwaarderen, want we hebben het slecht gedaan. Maar wie controleert de pensioenfondsen of zij goed beleggen? Ja. Want daar word je dan al de dupe van. Dat is een goede vraag. Dat heeft inderdaad te maken met dit. Overigens ook heel fijn dat er ook jongere mensen in de zaal zijn. Ja, er zitten veel, nou ja, voor beide generaties komen met hele goede vragen. Dus dat is goed, dit is ook een hele mooie. Deze heeft te maken met deze. Het definiëren en beschermen van individuele eigendomsrechten. Ik zou ervoor zijn dat pensioen aanspraken inderdaad... Want we hebben nu, zeg maar, onvoorwaardelijke pensioenaanspraken, gewoon een nominale aanspraak. U krijgt, hoe de wereld er ook uitziet, u krijgt altijd dat bedrag. Dat is een heel duidelijk eigendomsrecht, daar kunnen mensen zich aan vasthouden. Hoe gaan we dat regelen? Dat is een fundamentele vraag. Als het allemaal niet meer zeker is, als het voorwaardelijk maken. Ik zou ervoor zijn, maar goed, dat is mijn eigen idee, om te zeggen van, het hangt inderdaad af van de rentestand. Dat is objectief gegeven, die kunnen we bekijken. De inflatie en ook de AEX of de MSCI voor de hele wereld. En als de aandelenmarkt zoveel is, dan moet u zoveel uitbetalen, of als de rente zoveel is. Dus we beschrijven een aantal belangrijke variabelen voor pensioenfondsen. Denk de aandelenmarkt, de rente en de inflatie, dat zijn de drie belangrijkste. Misschien ook de levensverwachting. Dat zijn eigenlijk de vier belangrijkste variabelen voor een pensioenfonds. En we zeggen heel duidelijk, dat gaan we niet aan mensen vertellen, maar dat kan DNB wel heel goed controleren. De Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank, ja. Dus de toezichthouder, de techneuten die daar zitten, of pensioenfondsen daadwerkelijk doen wat ze zeggen. Want ik denk dat dit een heel fundamenteel probleem is. Oké, maar stel je voor dat ze het niet doen. Wie straft ze dan af? Nou, daar zijn we dus nog precies mee. Dat is de discussie die we op dit moment hebben. Hoe we mensen precies, nog zeker... Ja. Want ik denk dat dat het fundamenteel... Kijk, veel mensen hebben het idee dat het pensioenfonds nu een soort zwart gat wordt. Vroeger was het nog heel duidelijk. Ik had een recht, nominale aanspraak. Daar kon ik mij aan vasthouden. Daar gaan we vanaf. Dat kunnen we niet meer doen. Wat hebben mensen dan nog als eigendomsrecht? Ik denk dat. En wat verder nog heel belangrijk is, is de waarde van je potje. Ik voorzie in de toekomst dat er op uw brief komt te staan. Dit is het verwachte pensioen in koopkracht. Niet meer nominaal, maar u kunt nu echt verwachten, uw pensioen is 70%, ik zeg maar wat. En er is een bandbreedte omheen. Het kan vriezen, het kan dooien, het kan 50 worden, het kan 90 worden, bij wijze van spreken. Als je 30 bent, want zo is het. Dat doen ze nu wel volgens mij ook en, al. En dus, ja, dat, nee, dat staat er helemaal niet in. Die bandbreedte staat er nog niet in. Nee, bovendien nog ineens, dat staat er absoluut niet in. Er staat alleen dat het kan vriezen en het kan dooien, maar hoe dat dan precies eruit ziet, hoe die bandbreedte eruit ziet, dat niet. Nee, oké.
En verder zou erop moeten staan wat de waarde van mijn potje is. De huidige marktwaarde, want dat kan ik namelijk meenemen. Dat is mijn eigendom, dat kan ik dus ook meenemen als ik naar het buitenland ga. Of ik ga naar een ander pensioenfonds. En die waarde mag het pensioenfondsbestuur niet aantasten als ze zijn beleggingsbeleid veranderen. Dat vind ik het probleem van het huidige pensioenakkoord, dat dat niet helder is gemaakt. Want nu was het inderdaad zo dat als de beleggingsbeleid verandert, met de huidige manier van disconteren en elders, dan kun je eigenlijk marktwaarde verschuiven van de ene generatie naar de andere generatie. En dus bijvoorbeeld inderdaad, als de pensioenfondsen risicovoller zouden gaan beleggen, een hoger verwacht rendement, dan komt het in feite op neer dat de marktwaarde wordt herverdeeld van het potje van de jongeren naar het potje van de ouderen. Of andersom, als er minder risico. En ik denk dat het goed is om dat ook als eigendomsrecht te definiëren. Je hebt, dat is jouw geld en het pensioenfonds belegt dat wel, maar het is jouw geld en jij kan het meenemen. Het is echt van jou. En daar moeten ze ook duidelijk inzicht in verschaffen. Ja, en dan heb je ook juridisch iets om op te staan. Ja, ja. Oké, aan die kant, vraag. Kunt u kort aangeven de verschillen tussen de Nederlandse politieke partijen op het gebied van pensioen? Want hoe zit de PvdA erin, hoe zit de CDA en de VVD? Wat zijn de verschillen? De voornaamste. Dat is wel een hele uitgebreide vraag. Hele uitgebreide vraag, moeilijke vraag. Kunt u misschien even een hele grote lijn... De hele grote lijn is natuurlijk, ja, dat... Wat zegt u? Nee, maar misschien... iedereen heeft recht om even een vraag te stellen. Nou ja, misschien SP... even heel kort... Dat is natuurlijk deze sheet en die heeft veel te maken... heeft veel te maken met deze... De politiek gaat vaak over verdeling. En je ziet natuurlijk dat de SP met name erg opkomt voor die AOW, voor de lagere inkomens. Kijk, verdeling jong en oud zie je op dit moment dat GroenLinks en D66 zich enorm profileren als beschermheer van de jongeren. Het CDA zo vaak zit er tussenin. Maar soms krijg ik ook wel even over de indruk dat door dat accent steeds bij de jongeren te leggen, van de jongeren worden de dupe van, dat helemaal niet wordt onderbouwd. Dat het eigenlijk ook niet goed wordt uitgelegd en dat dat gewoon een beetje een iets is wat zo gaat spelen in de maatschappij, waarbij generaties ongelooflijk tegenover elkaar komen te staan en hele vervelende discussies ziet ontstaan. Maar ja, politieke partijen zijn natuurlijk gericht op het krijgen van stemmen en zij zien ongenoegen en het mobiliseren van ongenoegen, dat is wat politieke partijen doen. Dus D66 en GroenLinks, die natuurlijk ook jongere partijen zijn. Als je naar hun voor uw instituut ligt er eigenlijk dan ook een taak om goed uit te leggen wat het voor dat is ook één ding wat we de laatste tijd, gedaan hebben. Juist op dit punt, want ik vind dat het pensioenakkoord wat onterecht... Ik denk dat het pensioenakkoord, ik zie het ook niet als een eindakkoord. Het pensioenakkoord is een tussenakkoord. Het is een principeakkoord over bepaalde principes. Maar er moet nog ontzettend veel worden uitgewerkt. Ik zie het als een tussen. En er moet nog veel meer gedaan. Tussenbalans. En er moet inderdaad nog veel meer gedaan worden. En dat staat ook in het pensioenakkoord. Om de pensioenfondsen te disciplineren. En toezicht goed te houden. En daar zijn we nu mee bezig. En er is heel veel kritiek gekomen. En het heeft vooral mee te maken dat er inderdaad heel veel losse eindjes aan zitten. Dat is zo. Maar ja, dat moeten we met elkaar nog uitwerken. En ik vind het wel van heel veel wantrouwen getuigen om tegelijk te gaan roepen dat de ene partij die wordt bestolen door de andere partij. Ja, ik ben daar niet zo van. Ik denk, we moeten het allemaal nog aanpassen, nog inrichten. Ik heb wat meer vertrouwen in de uiteindelijke uitkomst daarvan. Ja, de uitkomst dan in de huidige discussie. Maar ik begrijp het aan de ene kant wel weer van politieke partijen, zoals jij. Die hebben daar een belang bij. Maar dat is ook een beetje het probleem, vind ik. Maar goed, dat komt helemaal. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Mevrouw Ton, kom jij met de microfoon deze kant opkomen? Ja, mevrouw, misschien kun je weer langs voor. Oh, jij kunt voor langs lopen. Mijn naam is Christy van Os. Een belangrijk deel van uw betoog is gebaseerd op solidariteit tussen verschillende groepen. Een ander deel van uw betoog heeft ook aangegeven dat heel veel mensen niet geïnteresseerd zijn in pensioenen. Hoe betrekken wij alle groepen bij deze discussie? Want u geeft ook aan, de jongeren hebben meer tijd om het allemaal te compenseren, maar ze zijn er totaal niet geïnteresseerd. Ja. Het communicatiebeleid is een belangrijk onderdeel van pensioenfondsen, maar daar zie ik helemaal niks van terug. Ja. We hadden laatste pensioen driedaagse
En dat is eigenlijk door al een heleboel partijen toch opgezet. Zelfs vanuit de universiteit. Mag ik even het antwoord geven? Heel goed, heel goed. Ja, heel graag. Zelfs heel graag. Vanuit de universiteit was afgesproken dat ze de wijken in zouden gaan. En in een wijk als de Reeshof, wat toch een hele jonge wijk is, hadden 10 mensen zich aangemeld. En dan kwamen er uiteindelijk maar 5 opdagen. Ja, en dat was op zich voor degene die daar dat verhaal stond te houden, op zich al helemaal niet leuk. Andere collega van u is naar een studentenhuis gegaan. Dat was best een heel levende discussie. Maar ja, dan kun je dat organiseren met elkaar. Maar er is in 3 dagen tijd, begin oktober, door heel veel instanties heel veel georganiseerd. En eigenlijk moest iedereen zeggen, ja, mensen lopen voorbij en ze hebben het er niet over. Maar ja, had u het over 30ste over pensioen? Nee. Nee, nee dus, maar toen was het ook niet zo nodig, of wel? Nou ja, ik denk daarom ook is niet. Die vraag natuurlijk wel relevant. Ik heb daar gemengde gevoelens over inderdaad. Want ik denk dat voor jongeren misschien belangrijk is dat ze zich bezighouden met andere dingen. Die voor hun op dat moment belangrijker zijn. Dus ik vind eigenlijk ook dat jongeren niet te veel lastig gevallen moeten worden met pensioen. Ik denk wel wat heel belangrijk is, dat we jongeren, en dat is een van mijn passies moet ik eerlijk zeggen, dat we jongeren op school veel beter gaan voorbereiden op de verantwoordelijkheden die zij krijgen. Mensen krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid met pensioen, maar ook andere dingen, scholing. En dat we ze veel beter gaan helpen om te gaan met geld en met financiën in het algemeen. Want ik denk dat voor jongeren de meest belangrijke keuzes gaan niet over pensioen, maar hebben meer te maken met hoeveel ze investeren in zichzelf. Dus in hun scholing, hun menselijk kapitaal, zeg maar. En een van mijn passies is om op het middelbaar schoolonderwijs, economieonderwijs zodanig te gaan geven dat het over de kinderen zelf gaat. Ik vind dat economieonderwijs op dit moment op de middelbare school op een verkeerde manier wordt. Het gaat over dingen die veel te ver van het leven van de kinderen staan. Het moet gaan over het leven van de kinderen zelf. Kinderen zijn al econoom. Iedereen is econoom zonder het te realiseren. Want alle relaties die mensen hebben, zit zoveel economie in. Daar zou ook veel meer voor zijn, dat mensen veel meer begrip krijgen voor het, in de economie, als ik eerlijk ben, de economie draait maar om 8 principes, in mijn optiek. Okay. Eén is bijvoorbeeld het ruilen over de tijd. Dat je nu wat opzij zet om later wat te krijgen. Nou, dat is het principe van pensioen. Dat inzicht moeten mensen krijgen. En dat kun je via pensioen, maar ook via scholing. Nu naar school gaan en later. Dat is gewoon een fundamenteel principe van het leven. En ik zou meer het alfabet van het leven willen uitleggen. He, niet de woorden van het leven, als u begrijpt, maar het alfabet. Er zijn een aantal fundamentele principes in het leven. En als je daar begrip in krijgt, dan begrijp je ook veel meer over pensioen. Zullen we het ook nog een keer een avond over doen? Ja, ik zou het graag doen. De 8 principes van het leven. Maar okay. Daarachter nog een vraag. En dan beginnen we al bijna tegen het einde van de avond te lopen. Joop Lom, Nederlandse oude organisaties. De vakbonden hebben een goed akkoord gesloten. En dat hebben ze zeker voor de actieven gedaan. Want dan blijft er een loonruimte beschikbaar. Maar bij de gesprekken waren de oudere organisaties namens gepensioneerden niet aanwezig. Hoe ziet u nu het invaren van de rechten van gepensioneerden in het nieuwe systeem? Rechten die toen ze met pensioen gingen vastgelegd waren. Daar staat wel de bescherming van de individuele eigendomsrechten. Ja. En de jongeren, of de nog niet gepensioneerden, die hebben daar ondernemersraden en vakbonden voor. Maar de gepensioneerden niet. Ja. En dat invaren, dat is toch een van onze grote problemen vanuit oude organisaties. Ja. Hoe ziet u dat? Het invaren is ook het meenemen in de leeftijd, hè? Van 65. Maar hoe ga je van het oude systeem naar het nieuwe systeem? Ja, ook dat, ja. Dus dat is in feite, ja. Ja, ik zie het invaren op de volgende manier. Ik denk dat de enige manier waarop je dat kunt doen is uitgaan van nominale pensioenaanspraken die mensen nu hebben. Want dat is een juridische recht. Dus daar hebben ze ook, dat kun je ook meenemen. Dus de marktwaarde daarvan. Als je van het ene pensioenfonds naar het andere pensioenfonds gaat, dat kan nu niet omdat er onderdekking is, maar in normale tijden kun je dat geld meenemen. Dus ik denk eigenlijk dat we daar, dat het niet anders kan, dat we daarvan uitgaan. En daarom ben ik ook erg voor, wat ik eigenlijk net probeerde uit te leggen, dat de waarde van je potje, dat is van jou. En dat principe zou ik eigenlijk ook willen toepassen voor het invaren van de oude rechten. Het probleem daarbij wel is,